Ten aanzien van de zogenaamde Smaragdraadkees is er in september inderdaad om en bij 400 kilo aan cocaïne aangetroffen in een voertuig aan de Smaragdstraat. Een vrouwspersoon is in verstekering gesteld. En diverse eenheden van de Surinaamse politie, waaronder narcotica brigade, forensische opsporing, zijn momenteel bezig met het onderzoek. Aan de twee pas ingesloten verdachten heeft het Openbaar Ministerie een beperking van vrij verkeer opgelegd op grond van artikel 40 lid 4 van het wetboek van strafvordering. Het ging inhoud dat er gedurende 14 dagen geen vrij verkeer zal zijn tussen de verdachten en hun raadslieden. Is er kans op meerdere aanhoudingen? Nou, dat moet het onderzoek uitwijzen. Ten aanzien van de naschoolse opvangzaak moet ik de samenleving geruststellen, toch? Dat deze zaak niet is blijven liggen. In deze zaak loopt er een gerechtelijk vooronderzoek, welke door het Openbaar Ministerie is gevorderd. En tijdens het gerechtelijk vooronderzoek heeft de rechtercommissaris de leiding aan het onderzoek, waarbij relevante getuigen en of verdachten onder ede worden gehoord. Maar het duurt zo lang. Dus we merken, het Openbaar Ministerie is ook op de hoogte dat er een bezorgdheid is binnen de samenleving. En dat men het gevoel krijgt dat zaken in een doofpot worden gestopt. Wij kunnen de samenleving garanderen dat alle zaken in volle gang zijn. Het onderzoek is in volle gang. En we hebben wel begrip voor de roep van vanuit de samenleving. Maar we vragen tegelijkertijd ook geduld, dat ze geduld opbrengen. Het gaat om complexe zaken die een deugdelijk onderzoek vereisen. In die zaak zijn er in de tussentijd er waren 7 aanhoudingen, waarvan 3 personen op last van de RC in vrijheid zijn gesteld. En voor de overige 4 zijn er bewaringen gevorderd. In de zaak waarbij er grote sommen geld zijn weggenomen bij de afdeling kapitale delicten van het Korps Politie Suriname, zijn er nog geen aanhoudingen gepleegd. Het onderzoek is in volle gang om de daders in beeld te brengen. Er zijn een aantal medewerkers van vermelde afdeling, waaronder politieambtenaren en administratief personeel, gehoord door de politie. De afdeling forensische opsporing heeft ook een onderzoek verricht waarbij personen zijn gedactyloscopeerd om zodoende middel vingerafdrukken de identiteit van de dader of daders vast te leggen. Het gaat in deze om een complexe zaak, maar wat het Openbaar Ministerie in dit stadium al kan prijsgeven aan de samenleving is dat het uitgesloten is dat de daders van buiten zijn. Dus het is een interne zaak eigenlijk bij de politie. Jawel. Het moet een inside job zijn. En maakt dat het dan niet gemakkelijker voor justitie om de daders in de kraag te grijpen? Nou, net wat ik u zeg, de verschillende units zijn bezig met het onderzoek en dus wij wachten dan het resultaat af. Zoals voor de resultaten van afdeling forensische opsporing.